Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op dinsdagmiddag 4 december. Vanochtend trokken er nog wat buitjes over het land. Vanmiddag zien we de laatste buitjes verdwijnen. En verder zijn er dan brede opklaringen. Een flinke zonnige periode. Het ziet er al met al zeer vriendelijk uit vanmiddag. Nou, ook vanavond zijn er brede opklaringen. Op de satellietfoto is dat ook wel goed te zien. De meeste buienactiviteit die zien we eigenlijk alleen nog maar boven de Noordzee. Maar boven Nederland zijn de buien eigenlijk wel verdwenen. En daar is het dus mooi weer. Wat verder opvalt, is dikke bewolking boven het uh, Verenigd Koninkrijk. En ook ten zuidwesten van het Verenigd Koninkrijk. En die bewolking die komt geleidelijk aan onze kant op. En die zal ons in de loop van de nacht gaan bereiken. En morgen overdag moeten we dan ook rekening houden met veel bewolking. En ook van tijd tot tijd regen. In de loop van de dag gaat hier regen vallen. Geen grote hoeveelheden worden er verdacht, maar wel zo af en toe wat lichte regen. Hier zien we dat ook op de weerkaarten gebeuren. Een hoge drukgebied trekt naar het oosten weg. Vanuit het westen komt dan die storing. En woensdag overdag gaat het dan regenen. En ook tijdens pakjesavond, morgenavond zal het nat zijn op veel plaatsen als gevolg van lichte regen of motregen. En in de nacht dan gaat het nog wat harder regenen. Want dan gaat ook nog het koufront passeren. En dat koufront dat brengt eigenlijk de meeste neerslag met zich mee. Ja, voordat het koufront gepasseerd is, zitten we in de warme sector en dat betekent dat morgen de temperatuur flink gaat oplopen, en dat we eigenlijk de hoogste temperaturen in de avond gaan krijgen. Maximtemperatuur ligt dan zo rond de 8 à 10 graden in het zuiden. In het noorden blijft het wel ietsje frisser. Daar wordt het zo'n 6 of 7 graden. Nou, vanmiddag is het 8 tot 10 graden met flinke zonnige perioden, zoals gezegd. En ja, er kan nog een enkele bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het nu gewoon droog. En zal de bewolking steeds meer verdwijnen, wordt het steeds helder. Ook vanavond is het helder en vannacht kan het in het noorden zelfs een graadje gaan vriezen. In het zuiden zien we wel al de eerste bewolking. En uh, ja, die bewolking is dus een voorbode voor dat wolkdek waar we morgen overdag mee te maken gaan krijgen. Dat schuift vanuit het zuidwesten het land binnen. Die bewolking wordt dan steeds dikker. En zo aan het eind van de ochtend verwacht ik de de eerste druppels in Zeeland. En die regen die breidt zich dan langzaam uit verder over het land. Dat betekent ook dat in de randstad morgenmiddag er regen valt. Morgenmiddag zal ook de avondspits wat vroeger beginnen. als gevolg van pakjesavond. En uh, ja, het kan dus erg druk worden in combinatie met die vroege avondspits en de regen. En zoals gezegd, morgenavond regent het ook van tijd tot tijd op de meeste plaatsen. Overdag is het zo'n 6 tot 8 graden. In de avond loopt de temperatuur dan verderop. In het zuiden wordt het dan 9 of 10 graden. En in het noorden komt er waarschijnlijk ook nog wel een graadje bij. En dan de dagen erna. Ja, die verlopen wisselvallig. Donderdag is het overwegend bewolkt weer. Met middagtemperaturen van zo'n 11 of 12 graden kan in de loop van de dag wat lichte regen vallen. Het lijkt erop dat het niet veel gaat voorstellen. Vrijdag daarentegen wordt het kletsnat op de meeste plaatsen. Het gaat flink wat neerslag vallen en er is ook veel bewolking. Misschien dat in de loop van de dag de zon ook even doorbreekt... maar bewolking zal wel overheersen en met name dus flink wat regen. Lokaal valt echt al meer dan 10 mm water. Ook in het weekeinde blijft het wisselvallig. De temperatuur gaat dan wel weer wat naar beneden... want vrijdag wordt het even goed nog zo'n 12 graden. Zaterdag en zondag zitten we rond de 8 à 9 graden. Mijn naam is Raymond Klaassen voor WIPLAZA. Ik wens u nog een fijne dag.